Dit is nieuwsuitzending nummer 136. En dat is de tweede uitzending over de tweede kerstdag die ik gisteren heb meegemaakt. Dus het is vandaag derde kerstdag. Het is dan dus 27 december. Ik heb heel recentelijk kennis genomen van het feit dat de Bijbel in eerste instantie, toen hij dus buiten de Rooms-Katholieke Kerk om werd gedistribueerd, dat het ging om een bedrag van meerdere jaarsalarissen. En dan jaarsalarissen niet van een putjeschepper, maar van een rijk iemand. Dus een rijk iemand die moest zijn, zoveel werk, een rijk iemand moest zijn opbrengst, zijn omzet van 10 jaar afstaan ter vergoeding van een Bijbel. Het in bezit hebben van een Bijbel. Bijbels waren duur in die tijd. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Tegenwoordig kan je een Bijbel gewoon gratis hebben. Je hebt momenteel een Bijbel in beeld. En die is niet zo handig te lezen. Dus je kan niet echt goed bladeren in deze Bijbel. Je kan er ook geen aantekeningen in maken. Dat is heel onhandig aan deze Bijbel. En aan de andere kant, deze Bijbel kan je zo krijgen. Die Bijbel, dat is onze menselijke consensus. Dit is het meest zorgvuldige boek wat er ooit geschreven is. Kijk hoor, deze tekst heb ik niet voorbereid, maar ik zal hem even voorlezen. Want God is niet onrechtvaardig, zodanig dat hij vergeet wat je gedaan hebt en het werk en je liefdevolle werk. Dat je, shield toward his name. Ik weet niet wat shield is. In dat, zodat je, have ministered to the saints and do minister. Ja. Ja, dat schiet mijn Engels tekort. Daar ging het me ook niet om. Het ging me gewoon hierom. Je moet gewoon beginnen bij het begin van de Bijbel. En wat is het begin van de Bijbel? Nou, het begin van de Bijbel, dat vind je hier. Klik. Kom nou. Kom. Komt ie. Dit is het. En dit is geen geloof. Dit is een constatering. Er is iets. En dat heeft ons gemaakt. En voor het gemak noemen we dat meneer General Operating Device. Oftewel de grote klokkenmaker. Maar dat is degene die het allemaal gedaan heeft. En in de Bijbel staat hoe wij mensen zich willen gaan gedragen. En waarom dat moet. Want God houdt van ons. Als je zegt dat God bestaat of dat hij niet bestaat, dan zeg je niks. Als je zegt dat God van je houdt, dan zeg je iets. Ook al ben je dan maar En dat iedereen denkt, zeg, die akel die denkt dat God van hem houdt. Dat is vast een uitkeringszoeker. Of een asieltrekker. Maar dat is wel waar je naartoe moet. Want in het wereldse, in het profane, kan je het niet vinden. En dat is natuurlijk verschrikkelijk vervelend. Voor degene die dachten van ik ga gewoon heel goed leaseauto's leren besturen. En ik ga gewoon goed worden in marketing. Of ik ga research en development doen. Of nog beter, ik word de hoofd van een organisatie. En dan gaat het allemaal prima met mij. En het antwoord is nee.
daar zit je heil niet. Dan kan je gaan klagen van waar zit mijn heil dan wel? Nou, ga de Bijbel maar lezen. Het is een beetje hard wat ik zeg, ik snap dat wel. Komt heel vervelend over. Want de Bijbel is een lastig boek. Je kan de Koran moeilijk vinden. En de Koran is ook een ingewikkeld boek. En ik kan je vertellen dat degenen die de Koran uit hebben, die hebben aan de Bijbel nog een hele kluif, hoor. En de Bijbel, die was dus toen in die tijd een godsvermogen waard. Maar dat had te maken met dat het heel moeilijk was om zo'n ding te vermenigvuldigen. Die dingen werden handmatig overgeschreven. Of ze gebruikten blokdrukkunst of whatever. Dat was heel moeilijk allemaal. Dat werd met de komst van Martin Luther. In die tijd, laat ik het zo zeggen, in de tijd van Martin Luther werd dat makkelijker met de Gutenberg-pressen. Dat was een bepaalde manier van boekdrukken. En dan kon je gewoon stampen. En dan boom, 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 boom. Ja, niet helemaal stampen, dat ging met een schroef of zo. Een schroefdraadding en dan moest je aandraaien. En dan die inkt ertussen had je een mooie scherpe afdruk. Kon je mooie kleine lettertjes maken. En toen ging die gloeien. En toen kwam de Bijbel. En toen kwam de Bijbel voor iedereen beschikbaar. En tegenwoordig, hier op de markt, hier in Arnhem, daar staat af en toe een christen met een aantal christenbroeders. En die delen gratis Nieuwe Testamenten uit. Gratis. Dus, de situatie die we hebben, is dat vroeger was een Bijbel onbetaalbaar. En was dat het excuus dat mensen de Bijbel niet lazen? Tegenwoordig kan je zeggen, iedereen kan een Bijbel kopen. Ja? Krijgen. Voor een paar euro kan je hem kopen in het antiquariaat. Je kan hem misschien nog wel jatten in een hotel. Maar niemand leest hem meer. En dat is jammer. Dat is echt behoorlijk. Dat is geen verbetering, laat ik het zo maar zeggen. En dan lopen mensen te zeuren op het internet. En dan bedoel ik mensen zoals Alex Jones en Jeff Ramsey. En Red Ice Creations over allerlei gevaren die ons bedreigen. En oh nee, zo gaat het nog meer fout. Oh, we zijn er. Oh. Terwijl, als je je Bijbel leest, dan maak je je daar niet zo'n zorgen over. Maar als je je Bijbel leest, dan weet je dat er een antichrist gekomen is al lang geleden. Die was er al ten tijde. Jezus was een kind geboren in een politiestaat. En die zat al onder de, wat wij nu noemen, de NDAA. De Homeland Security Agency. Daar wist Jezus alles van. Die was zich daar bewust van. En daarmee zijn enig geboren zoon. Want hij was de eerste die daartegen in opstand kwam. En ze hebben hem vermoord. Dat is het verhaal van het christendom. En wat dat met jou doet, want dit is onze geschiedenis. Hè? Het is onze geschiedenis die het allemaal gebeurd is. En wij zijn een onderdeel van die geschiedenis. Wij zijn een onderdeel van de mensheid. En wij moeten hierin acteren. En hoe ga jij dat dan doen? Ja, lees in hemelsnaam je Bijbel. Of luister naar een priester. Maar dan niet betalen. Je mag luisteren naar Jörg Glisman. Of
van mij. Je mag ook Jörg Liesman een donatie geven. Dat mag ook. Maar je mag er niet voor betalen. Je mag Jörg Liesman in leven houden. En niet alleen Jörg Liesman, maar Tom Fraz of First Amendment Radio. Die mensen mag je natuurlijk helpen. Je mag ze een dubbeltje geven. Wat je kan missen. Maar je mag ze niet betalen. Die mensen werken niet voor jou. Die mensen werken voor mijn vader. En mijn vader betaalt ze al. Dus je hoeft ze geen cent te geven. Wat je nodig hebt, is rust. Je moet voor jezelf rust creëren om deze tekst tot je te nemen. En dan begin je gewoon aan het begin. Dan ga je gewoon kijken wat deze Bijbel tegen jou vertelt. En dit is deze Bijbel, dit ene exemplaar. Dit is de koning Jacobus Bijbel. Van je koning Jacobus de eerste. Het is heel mooi om te lezen. En dit is een consensus van ons mensen. Wij moeten het eens worden. Wij moeten ophouden met elkaar uit te schelden. Maar we moeten ook ophouden om elkaar bommen op het hoofd te gooien. Of witte fosfor. Hier zo. En God zei, laat ons, let us make... Dat is een meervoud, hè? God sprak in zichzelf. Er is maar één God. En die heet God. Laat ons mensen maken naar ons beeld. Net zoals we eruit zien. En laat zij... het heerschap... Laat zij de heerschappij hebben over de vissen van de zee. Over de fowl, ik weet niet wat fowl is. Of the air. En over het vee. En over de rest van de aarde. En over alles kruipend, over elk kruipend ding dat kruipt over de aarde. Zo. Dit was het idee van God. We gaan eens even dit doen. Hè? En toen heeft God gezegd, ja, laten we dan maar de mensen maken. Zoals hij er zelf uitzag. Hè? En dat heeft hij gedaan. En er stond male en female. Created he them. God had het gewoon nodig. Wij moeten er gewoon niet over zeiken. God wilde ons maken. Maar dat moest wel met de ballen in de buik. En de ballen tussen de dijbenen. Nou, that's it. En die discussie. Bij de tweede kerstavond. Want dit is de tweede uitzending over de kerstavond. Dat je dus daar tegen in opstand kan komen. Dat je zegt, God, ik heb voor jou het verkeerde lichaam gekregen. Ik ga het eventjes verbouwen. Daar moet je echt mee oppassen. Als jij een tv koopt van een tv-creator en hij doet het niet, niet naar jouw zin, en je denkt, nou, ik schroef hem even open, ja, er zit niet voor niets een sticker op van if you break this seal, then you will destroy your warranty of zo. Breaking the seal is breaking the warranty. Niet aan die tv gaan lopen prutsen. Dus waarom wel aan je lichaam? Nou, zo kan je maar door blijven lezen in de Bijbel. Dit is alleen maar de eerste. Dit is alleen maar Genesis 1, man. Het is geen goede tijden, slechte tijden. Dit heb je echt niet zomaar uit, hoor. En zelfs over deze eerste pagina. Daar kan je gewoon uren over mijmeren. Met een kopje rooibosthee. Want wat betekent dit voor jou?
en kom tot rust. En alleen als je tot rust komt, kan je je Bijbel lezen. Je kan een Bijbel niet even lezen. Oh, ik moet er even Bijbel lezen. Oh ja, Hosea 17, 13. Ja, ik heb het in mijn gehad. Ja, nee, maar nou en dan werk. Dat kan niet. Je moet tot rust komen. En je moet snappen dat God van je houdt. En dat God die zoekt het moment waarop jij beseft dat hij van je houdt. En dan raak je los van alles, het gedoe met die nieuwe wereldorde. Het kan jou het een reet roesten. Normaal Nederlands geen vieze woorden gebruikt. Maar wat kan jou het een reet roesten? Al dat gedoe met die vaccinaties. Je doet gewoon niet mee. Punt. Laat al die idioten zichzelf maar kapot vaccineren. Als je het risico wil nemen. Er zijn ook mensen die gaan in de kermis. En dan lees je in de krant van er is weer eens een achtbaan in elkaar gestort met 13 doden. Ja, hadden die mensen dat maar niet moeten doen. Dat is toch jouw keus. En als bijbelgelovende heb je er ook helemaal geen last van. Dan wil je hooguit naar de kermis. Omdat je nichtje er naartoe wil. En die mag natuurlijk in de achtbaan. En natuurlijk ga je dan ook mee. En je neemt het risico voor je nichtje. En je gaat ervan uit dat de overheidscontrole op het kermiswezen dermate goed is. Dat het allemaal wel goed af zou lopen. Ik zelf neem dat risico niet. Ik zeg tegen mijn dochter, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan lekker ballonnen schieten. Of sterretjes schieten, of wat heet dat. En dan nemen we lekker zo'n windbuks. En dan knal, knal, knal. Ja, daar kan je niks overkomen. Maar je mag geen risico's nemen. Dat is gevaarlijk. Dat was de afsluiting van de uitzending over de tweede kerstdag. En dat was de tweede uitzending. En op zijn hamburgers zeg ik natuurlijk tjus. En dag lieverds.